U bent door uw dierenarts doorverwezen naar de orthopede van het MCD. Wat kunt u verwachten op de afspraak? Bij de balie controleren we alle gegevens en het gewicht van uw dier. Om stress te voorkomen zitten honden en katten in aparte delen van de wachtkamer. Tijdens het consult nemen we ruim de tijd voor u. Terwijl uw huisdier rustig kan wennen aan de situatie, bespreken we uitvoerig de klachten van uw dier. We bekijken de kreupelheid en daarna volgt het lichamelijk onderzoek, waarbij we uitgebreid letten op alle vier de poten en de rug. Regelmatig zijn er röntgenfoto's nodig om tot een goede diagnose te komen. Gelukkig is narcose hiervoor zelden nodig. Soms wordt in overleg met u besloten om aanvullend onderzoek te doen, waarvoor wij onder andere echo, een CT-scan en een MRI-apparaat tot onze beschikking hebben. Waar nodig wordt met een collega-orthopeed of een specialist van een van de andere afdelingen van het MCD overlegd over uw dier. De arts overlegt met u de diagnose en alle behandelmogelijkheden. Samen met u wordt een plan gemaakt voor de behandeling. Tijdens het consult is er ook ruim de tijd voor al uw vragen. Mocht het nodig zijn, maken we direct een afspraak voor operatie.